gauw bruin. Niet het glas van mama. Waarom niet? Het was haar lievelingsglas. Ze kreeg het van papa voor de 35e verjaardag. Het glas waarmee zij zich dood heeft gedronken, gekregen van de man die niet eens de moeite heeft genomen op haar begrafenis te komen. Zo kan je niet praten over onze ouders. Niet? Onze vader en moeder hebben ons in dit rothuis achtergelaten. En deze rotplaats met die rotdrank en dan ook nog met dit rot... Hoe kon je ons dit aandoen, mam? In al deze jaren waren Angelo, ik en Ray er altijd voor je. We hielpen met koken, met het huishouden. Angelo zocht zelfs een baantje om ons vier op vakantie te kunnen laten gaan. Ik weet dat ons leven niet perfect was, maar we hadden er één. Jij ontvluchtte de problemen, maar laat ze nu achter voor mij, Angelo en kleine Ray. Misschien in de hoop dat vader terug zou keren? Nobele gedachte, maar tevergeefs. Hoe pik ik mijn leven zomaar weer op, na alles wat er gebeurd is? Moeder, hoe verwerk je verdriet? Vera, alles goed? Hé, kleine boef. Moet je huilen? Ik hoop dat je niet helpt, want het maakt me verdrietig. Vera, het spijt me. Ik dacht niet na over wat ik zei. Nee, het is oké. Je hebt gelijk. Deze plek is ook rot. Sorry. Zullen we anders even een stukje gaan wandelen of zo? Even weg uit dit hol. Ik ben mijn sleutels kwijt. Oh, hier. Neem die bij mij maar. Waar wil je naartoe lopen? Gewoon even door de straat. Door de straat? Ja, door de straat. Waarom niet naar het strand of het park? Kan je daar makkelijk naartoe rijden? Kijk, ons leven lijkt stil te staan. Maar kijk eens om je heen. Ik zie niks bijzonders. Nee, dat is hem nou juist. Kijk, het leven om ons heen is onveranderd. Ook al ligt dat van ons overhoop. Kijk, we kunnen gewoon doorgaan. Het geeft me gewoon steun om te zien dat het leven niet ophoudt, maar doorgaat. Wij kunnen dat ook, Vera. Wij kunnen ook gewoon door. Wij hebben niemand nodig. Nee, doe je mee?